Sorry hoor, ik ben even mezelf aan het verheerlijken. Ja, ik mag 9 maanden niet drinken. En jij zat echt zo... Elke keer als ik hier binnen stap, dan denk ik... Oh. Je voelt je dan echt super machteloos. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Lotte en ik ben vandaag ietsje minder bubbly dan normaal. Eergisteren ben ik met Lilo naar de dierenarts gegaan met spoed. En hoogstwaarschijnlijk heeft ze een acute nekhernia. Ze gilde het uit van de pijn. Het was echt verschrikkelijk. Het is echt vreselijk om je huisdier zo te zien. En je weet niet meteen wat er aan de hand is. En je denkt alleen maar, wat is er? Wat is er? Waar heb je pijn? Wat kan ik voor je doen? En ja, echt, ze gilde het opeens uit. Bij de dierenarts heeft ze flink wat morfine gekregen en hebben ze wat onderzoekjes gedaan. Maar toen bleek wel dat er echt een foto moet worden gemaakt om vast te kunnen stellen wat er aan de hand is. Dus een dag later moest ze terug en is Lilo onder narcose gebracht. En hebben ze nog wat onderzoekjes verricht en een foto van haar gemaakt. Maar ze konden op de foto's niet goed genoeg zien dat het daadwerkelijk om een nekhernia gaat. Dus nu hebben ze de foto's van Lilo doorgestuurd naar de orthopeed. Daarom moet ik nu 4 à 5 dagen op wachten totdat ik uitslag heb. En inmiddels hebben we echt een shitload aan pijnstilling meegekregen voor Lilo. Dus ze is helemaal suf en probeert af en toe een beetje rechtop te zitten en wat heen en weer te... Nou ja, waggelen is het vooral. En met alle pijnstilling en zo gaat het wel oké. Ik merk wel elke keer als de pijnstiller is uitgewerkt, dan gaan haar oren weer meteen helemaal strak naar achter. En begint ze weer te trillen en heel hard te hijgen, omdat ze dan dus weer pijn heeft. Ja, het is echt zo sneu. Echt helemaal niet hoe we Lilo kennen natuurlijk. Want Lilo is het speelse, gekke hondje. Altijd druk met de bal en zo. En nu is het echt een beetje een hoopje ellende om te zien. Ze zit af en toe wat rechtop en probeert een beetje heen en weer te waggelen hier in de woonkamer. Maar ja, verder moet ze eigenlijk vooral heel veel slapen en uitrusten. En ze mag ook sinds vandaag weer een klein beetje eten. Dus dat ga ik straks even proberen. Kijken of ze iets wil eten, want ze heeft inmiddels al 2 dagen niet gegeten ook. En verder zijn mijn plannen daardoor ook een beetje in het water gevallen voor gisteren en vandaag. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ja, ik voel me gewoon niet prettig bij het idee dat ik Lilo dan 5 uur lang, of misschien zelfs wel langer nog, helemaal alleen laat. Als er iemand anders bij haar is, vind ik het niet zo erg. Maar als ze echt helemaal alleen is, dan denk ik, stel je voor, die pijnstiller werkt uit en ze heeft weer van die hele erg pijn en gaat weer heel erg hijgen. Dan wil ik er gewoon voor haar zijn om haar gerust te stellen en een nieuwe pijnstiller toe te dienen. Ja, ze is ook echt een beetje sneu, hè. Ik had dus eerst de brokjes hier opgelegd, zodat ze niet zo ver hoeft te bukken, maar... Zo eet ze ze dus niet, maar zo uit mijn hand wel. Dus ik kan de boeken weer wegleggen. Ja, goed van jou hoor, dat je een beetje eet. Zo word je weer sterk. Ja. Ja, ze wacht ook echt totdat ik het in mijn hand doe. Dat arme beestje. Polly, jij hebt ook brokjes, hè? Ja, ze zal wel uitgehongerd zijn. Ze heeft al 2 dagen niet gegeten. Maar je mag niet te veel. Oh, zachtjes. Niet te veel in 1 keer, hè, liefie. Heb je zo'n honger? Bolly, eigen brokjes heb jij, schat. Ja, wil je ook dat ik jou zo voer? Bolly is wat kritischer. Ja. Nou, we zijn inmiddels 2 dagen verder. En ik zou eigenlijk gisteren ook de hele dag vloggen. Ik had een hele leuke dag op de planning. Marijn was gisteren jarig. En ik zou met Marijn en een andere vriendin van Marijn lekker samen een drankje gaan doen. En uit eten gaan. En er gewoon een gezellige avond van maken. Maar uiteindelijk heb ik af moeten zeggen, omdat ik me gisteren echt super slecht voelde. Oh, ik was echt de hele dag misselijk, duizelig, hoofdpijn. Ja, gewoon algehele malaise. Ik ben wezen sporten in de ochtend en dat ging echt super slecht.
En normaal gesproken ga ik 1,5 uur, soms zelfs 2 uur. En nu was ik echt na 1 uur eigenlijk al wel klaar ermee. En elke keer als ik iets had gedaan, dan was het helemaal zwart voor mijn ogen. En voelde ik echt zo mijn maagzuur omhoog komen. Eenmaal thuis heb ik lekker gedoucht en even op de bank gelegen. Natuurlijk ook met Lilo geknuffeld, want die heeft nog steeds vet veel last van haar waarschijnlijk hernia. En hij heb ik me uiteindelijk helemaal opgedirkt. En toen had ik echt even een soort breakdown. En ik dacht, ja, ik kan gewoon niet. Ik voelde me gewoon zo misselijk. Echt bij elke stap make-up die ik deed, moest ik echt helemaal bijkomen. En bijna even gaan zitten, zeg maar. Dat ik echt dacht, nou, dit gaat gewoon niet. En zeker niet als ik nog uit eten moet. Uiteindelijk Marijn gecanceld. Super jammer. Maar ik wist natuurlijk dat er ook een andere vriendin bij zou zijn van Marijn. En dat haar plan in principe gewoon door kon gaan en dat ik niet meteen haar hele verjaardag had verpest. En we hebben elkaar gelukkig vorige week ook al gezien, want toen heeft ze echt haar verjaardag gevierd. Dus ja. Maar oké, vandaag voel ik me net ietsje beter, dus dat is fijn. Kan ik in ieder geval wel vandaag weer grotendeels doen wat ik van plan was. Anyway, ik ga even een ander hoesje om mijn telefoon doen, want deze heb ik al wel weer een tijdje erop. En ik heb zoveel leuke hoesjes van Burga dat ik gewoon 1 keer in de zoveel weken wissel. Omdat het anders zonde is van de andere hoesjes, maar ook omdat ik dan ja weer eventjes zin heb in iets nieuws op mijn telefoon. Gezien je daar natuurlijk toch ook wel meerdere keren per dag naar kijkt. Welke zal ik eens gaan kiezen? Ja, die met die bijtjes is ook wel echt heel leuk. En deze vind ik altijd zo leuk voor de zomer. Even kijken. Ja, misschien ga ik maar weer voor mijn vlinderhoesje. Want die vind ik echt fantastisch eigenlijk. Ja, ik ga weer voor mijn vlinderhoesje. Dit zijn dus allemaal hoesjes van Burga. En ik vind ze stuk voor stuk heel erg leuk. Deze heb ik echt al heel lang op mijn telefoon gehad ook trouwens. Die en die ook. Deze afgelopen winter. Deze nog niet trouwens. Dus die zou ik ook kunnen doen. Maar ja, op de een of andere manier word ik nu eventjes naar deze toegetrokken. Maar ja, zoals je ziet, ze zijn echt super, super leuk. Heel erg mooi, hele goede kwaliteit. Het zijn dubbele hoesjes. Daar merk je niks van, maar daardoor is je telefoon dubbel zo goed beschermd. Ook de knopjes worden beschermd. Vind ik ook altijd heel erg fijn. Burga heeft trouwens ook een heleboel van die leuke ringholders. Deze zit er nog op bij mij van de vorige keer dat ik hem op mijn telefoon had. Dus ja, deze wordt het voor mij nu. Halen we deze er even af. Zo, meteen even de camera schoonmaken. Zo, en dan gaat deze erop. Hoppakee, yay! Mocht je nou ook een nieuw hoesje willen, of bijvoorbeeld een nieuwe hoes voor je laptop, of zo'n leuke ringholder, dan kun je dus heel erg goed bij Burga terecht. En op dit moment hebben zij een back to school sale. Er is 20% korting op alles. Alles wat ze in het assortiment hebben. En met mijn code krijg je nog eens 5% extra korting daarbovenop. En die code is liefslotte_x5. Ik zal het ook eventjes in de comments zetten en in de beschrijving met het linkje erbij. En dan kun je lekker met 25% korting gaan shoppen. Oh, ik ben trouwens echt nog steeds zo dol op mijn slaapkamer. Elke keer als ik hier binnen stop, dan denk ik, oh, zo mooi met die gordijnen. En ik vind dit gewoon een heel leuk hoekje. En mijn lamp natuurlijk. Dol op. Much later. Oké, ik heb mijn werk af voor vandaag en nu heb ik iets heel leuks op de planning staan. Ik ga namelijk naar Celine en ik heb een groot pakket in de auto liggen dat ik haar ga geven. Daar ga ik jullie straks meer over vertellen. Zie ik er wel divine uit? Schat, jij ziet er altijd divine uit. Jij bent divine. Oké. Als je in het woordenboek het woord divine opzoekt, dan staat er hij staat van jou aan. Ja. Kijk haar divine zijn. Oh, laat ik toch maar niet doen. Want wat is er gebeurd? Nou, dat weet ik ook niet. Ik ben op vakantie gegaan en er was zo'n soort rond ding. En ik denk, dat ziet er lekker uit. Dus ik heb dat opgegeten en sindsdien is dit wat er gebeurt. Ik weet het ook niet. Ik ga naar de dokter. Niet lang genoeg gedoord. Nee. Ik denk dat ik zwaar ben. Oh mijn god, ik ben zwaar! Dat weet je niet. Wow. Ja. Ja, nee, Celine is zwanger. Woehoe! Hoe verbaasd was je toen ik dat vertelde? Ja, het was wel heel leuk hoe je het deed. Ik weet nog hoe het ging. Ja, ik weet het ook nog. We zaten op het terras aan de Oude Gracht in Utrecht. Mm-hmm. En nou ja, zoals wij partners in wine doen. Wij houden van zuipen. Ja, wij dachten, ik dacht, wij doen lekker even een drankje. Dus de
serveerder kwam, de ober kwam. Ja. En serveerder, is dat überhaupt een woord? Ja, serveerster. Ober. Nee. Ja, maar het was een man. Dienstmeid. Oh, het was een grapje. Grapje. Dat was een grapje. De ober kwam en die wilde onze bestelling opnemen. Dus ik zei, ja, doe mij maar een wit wijntje. Ik zei, doe maar even spa rood. Ik heb echt dorst. En jij dacht niks. Nou ja, ik dacht wel even van... Oké, raar. We gaan avondeten. Waarschijnlijk iets Italiaans. Ja. Daar hoort toch wijn bij? Eigenlijk rode, maar daar ben ik niet zo fan van. Dus ik dacht, nou, wat is dit nou? En toen zei jij... Ja, ik zei echt wel heel nonchalant, ja, ik mag 9 maanden niet drinken. En jij zat echt zo 5 minuten van... What the fuck is dit? Ja, ik moest het echt eventjes tot me laten doordringen, die woorden. Want ik had het gewoon helemaal niet... Ja. Zien aankomen. Ik dat, ook niet. Dat zei ik ook meteen. Ik ben net zo lang samen met mijn vriend als jij met jouw vriend. Ja. Ja, ik was zwanger ineens. Ja. Nee, niet ineens. Daar heb ik natuurlijk wel heel wat voor moeten doen. Maar... ja. Nee, maar ja, dus ik had het gewoon niet zien aankomen. Maar ik was natuurlijk helemaal van, oh, want ik weet dat je heel graag moeder wil worden. Dus en jouw vriend is ook gewoon een hele lieve vriend. Sorry, dat was echt niet vanwege dat hij dat niet was, maar... Ik heb last van mijn stem. Ja, nee, hij is zeker lief. Ik ben super blij. Ja, joh. Dat wordt echt. Jullie worden echt hele lieve, leuke ouders. Oh, ik ga me weer aan het huilen. Ze heeft me aan het huilen gemaakt, hè? Ja, dat gebeurt niet vaak. Heb je mij vaak zien huilen? Nee. Jij mij vaker dan ik jou. Ja, ik jou echt zo vaak. Ik vind dat aandoenlijk. Ja, dat zeggen mijn vrienden ook altijd. Ga je nou weer huilen? Nee. Maar goed, ik had een cadeautje meegenomen voor Sabine. Hoe ver ben je trouwens? Want waarschijnlijk denken mensen nu dat je... Nou, moet eigenlijk een polletje. Wacht even. Ja, oké. Ja, dat is leuk. Zonder dat je al doorkijkt, hoeveel weken denk je dat Celine is? Oké. En wat denk je dat ze krijgt? En wat denk je dat ze krijgt, inderdaad? Want dat weten we ook al. Mm-hmm. Maar dat mogen we dan niet nu zeggen, of wel? Nee, even zo'n krekel. Oh ja, krekel. Kruk. Oké, ga maar reageren, jongens. Ja. Okay. Zien jullie die tieten? Dat is niet normaal. Dat krijg je er allemaal gratis bij. Ja. Dat is echt lekker, hoor. Ik kan niet wachten, echt, jongens. Mocht ik ooit moeder worden, ik kan niet wachten. Dit is waar ik dan het meest naar uitkijk. Nou, ik kan ze niet ontbloten op YouTube. Daar hoor ik extra geld voor te krijgen sowieso. En het mag niet. Nee. Maar dan, ja, je krijgt wel adertjes en zo. Maar, hoeveel weken ben je? 17. Precies vandaag. Ja. Oh, precies vandaag. Ja. Ja. Ja, dit is echt de buik van een vrouw die... is echt dik, hè? Ja, je hebt echt een flinke... Ja, ik had dat echt al snel. Dat mensen zo zaten te kijken van... ik weet niet of dit te eten is. Verder, mijn lijf is natuurlijk best wel slank altijd. Maar ja. En het wordt een... Meisje. It's a girl. It's a girl. Woehoe! Ja, verschrikkelijk. Dan moet ik het goede voorbeeld geven. Ik weet niet hoe dat... Gelukkig heeft ze tante Lotte nog. Ja. Daar ben ik wel heel blij mee. En een vader met verstand, dus dat scheelt. Nee, jij hebt ook verstand, liefie. Nee hoor, dat is niet waar. Wel, dat is wel waar. Dit was dus het cadeau dat ik had meegenomen. Ja, ik moest janken toen ze het bracht. Ik vond het zo lief. Dat is toch lief? Ja. Kijk, dan allemaal luiers en janken. En uiteraard het whipsal. Ja, en dat is zo lekker. En sokjes en speenachtige dingen. Ja, een hydrofiele doek en zo. Allemaal van die dingen die je gewoon moet hebben, heb ik... andere horen zeggen. Dus. En toen moest ik huilen. Dat is toch zo lief. Ja, zwangerschapshormonen. Ja, maar ik moet altijd wel huilen als iemand iets heel liefs voor me doet. Ja. Zo schattig. Ja. Kom, we gaan eten. We gaan eten. She pregnant. She preg. She preggo. She preggo, she wifey. Nee, dit lijkt wel een fucking gaarkeuken. Het wordt heel erg. Maar Peter heeft... Oh, mag ik zijn naam zeggen? Ja hoor. Peter heeft gekookt. Beter als je kijkt. Oh, mijn schatje. Kijk, zolang ze slaapt. Nee, blijf, Lily. Oh, schatje. Blijf nou lekker liggen. Ja. Het lag zo lekker te slapen. Ik moet ook eigenlijk niet hardop praten, want dan denk je dat ik het tegen jou heb. Oh, baby. Ga maar lekker liggen. We zijn een paar dagen verder. Ik heb even een vlogpauzetje gehad in verband met Lilo. Want eigenlijk vallen al mijn plannen een beetje in het water steeds. Omdat ik niet te lang weg kan zijn van huis in verband met Lilo en haar medicatie. In het weekend leek het ietsje beter te gaan. En had ze 2 best wel goede dagen met wel ups en downs. En nog steeds dat je echt heel duidelijk ziet als de medicatie is uitgewerkt. Dan had ik echt wel het idee van nou, ze eet wat, ze drinkt wat. Ze slaapt heel veel, maar op zich kwam ze ietsje minder verkrampt
op me over. Maar gisteren had ze echt weer een hele slechte dag. En heeft ze het echt weer uitgegild van de pijn. Het is zo zielig. Dat gaat echt door merg en been. En elke keer als dat gebeurt moet ik meteen huilen. Want het is gewoon zo verschrikkelijk. Aan alles te merken en te voelen dat je hondje zoveel pijn heeft. En je kan gewoon niks doen op zo'n moment. Behalve bij haar gaan zitten of liggen. Ik ga dan steeds naast haar liggen. En dan aai ik heel zachtjes over haar rug heen. En zeg ik gewoon kalmerende dingetjes tegen haar. Hoop ik dan in ieder geval dat het haar kalmeert. Verder kan je gewoon echt niks doen op zo'n moment. En dat is zo... Je voelt je dan echt super machteloos. Inmiddels ook heel wat heen en weer gebeld met de dierenarts. En overlegd wat we nou moeten doen. Er is gewoon niet echt een concreet behandelplan. En ik merk dat ik dat heel lastig vind. Want nu is het gewoon maar een beetje aanmodderen en kijken wat... Ja, wat werkt qua medicatie en pijn. Nou ja, het is eigenlijk alleen maar pijnstilling. Het is niet medicatie die iets oplost of zo. We hebben de pijnstillers nu ook weer opgehoogd. Zodat ze hopelijk toch wat minder van die pijnmomenten heeft. Want die pijnmomenten zijn echt vreselijk. Ik heb liever dat ze dan de hele dag suf is dan dat ze van die pijnmomenten heeft. Maar ja, ik vind dus heel veel medicatie best wel een beetje spannend. Omdat ik gewoon die maag ook daarvoor wil beschermen. Maar ja, ze heeft het wel echt nodig. Dus... Nu heeft ze ook maagbeschermers erbij. Nog meer pilletjes om te slikken. En verder is er niet echt een update. Behalve dan dat we nu ook zijn gestopt met het uitlaten. Want dat gaat gewoon niet. We lieten er al niet lopen. Dus we tilden haar elke keer naar het gras. En ik zeg we, omdat ik dat niet in mijn eentje kan. Ja, we tilden haar dan steeds in het gras. En dan begreep ze ook wel dat ze gewoon even een plasje moest doen. En haar dingetje. En dat we er dan weer oppakten en weer meteen mee terugnamen. Maar ze kwam alsnog echt elke keer met zoveel pijn terug. Omdat het gewoon toch te veel is dan. Ook het optillen, dat is natuurlijk, ja, dat zet ook een bepaalde druk op je nek. Hier hebben we nu dus maar kranten neergelegd. Zodat ze hopelijk snapt dat ze hier de behoefte mag doen. Want ja, het werkt gewoon niet. Het is gewoon te veel om er steeds op te moeten tillen. En Bolly laten we nu dus ook apart uit. Want die heeft wel gewoon zijn beweging nodig. En hij is nog steeds heel erg lief voor Lilo. Dat is echt super schattig. Gaat elke keer best wel dicht bij haar in de buurt liggen. Maar doet ook wel heel voorzichtig met haar, heb ik het idee. Dus ja, mijn leven staat eventjes in het teken van Bolly en Lilo. En dat is, dat is even niet anders. Wat vinden jullie van deze haarstijl? Het is helemaal niks baanbrekends, vernieuwends natuurlijk. Het bestaat al jaren deze haarstijl, maar ik draag mijn haar eigenlijk nooit zo. Maar het is nog nat en ik merk altijd dat als ik mijn haar heb gewassen, ik laat het altijd aan de lucht drogen, dat het dan hier, zo op dat middenstuk, niet goed droog wordt. En dan wordt het sneller vettig, omdat het dus niet goed kan drogen, omdat dit stuk, wat ik nu omhoog heb gedaan, er overheen hangt. En mijn haar is best wel vol en ik heb veel haar, dus dan droogt dit niet ofzo. En dan wordt het een soort van vettig, omdat het niet fatsoenlijk kan drogen aan de lucht. Snapt iemand dit? Nou ja. Dus ik doe heel vaak dan die bovenste helft even slordig omhoog. Maar ik vind het eigenlijk ook wel heel erg leuk gewoon om het zo te laten. Ik draag mijn haar trouwens wel eens zo in een staartje. Maar dan, dus dat ik in plaats van een knot een staart in heb. Maar dan doe ik wel de voorste twee plukken los. Maar ja, zo kan het eigenlijk ook. Alleen mijn voorhoofd wordt erdoor geaccentueerd. Inmiddels een dagje verder. Even iets leuks. Ik mocht sportkleding uitkiezen bij Stronger. Eigenlijk is het zo goed als al mijn sportkleding van Stronger. Het is gewoon echt een super fijn merk. Ik heb vooral zwarte sportkleding en een panterprint legging. Maar goed, ik dacht ik ga eens voor kleur. Dus ik heb groen en blauw. Ik zal de setjes even aantrekken en het aan jullie laten zien. Allereerst dit blauwe pakje. Oh, ik vind hem zo leuk. Ik draag eigenlijk nooit deze kleur blauw. Maar ik vind het echt een hele toffe kleur. Ik vind hem heel erg leuk, dit pakje. Het is dus een topje. Het is niet een sport BH, maar echt gewoon een topje. Dus je zou er nog een BH onder kunnen dragen. Maar ja, ik heb niet zo'n hele grote borsten. Dus voor mij is dit genoeg ondersteuning. En kan ik hier gewoon in gaan sporten zonder dat ik pijn krijg of... Dat het er gek uitziet of zo. Dit is dus een ander materiaal dan mijn zwarte legging van Stronger. Want mijn zwarte legging heeft een wat gladder materiaal. Is echt een beetje zo'n sportlegging stofje. En deze is super lekker zacht. Maar wel nog steeds sportmateriaal. Even wat dichterbij voor de details. Ik vind dit ook heel erg leuk. Dat hij hier zo'n geribbelde band heeft. En dat zit dus ook in de top. Waardoor het echt een mooi setje is. Dit is de achterkant van de top. Oh, al die krulletjes van mij.
Ja, het zit echt super lekker. Het zit ook weer niet te strak. Ik zal even in de beschrijving de linkje zetten en erachter zetten welke maten ik heb. Want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik heb wel echt het idee dat mijn billen al wat ronder zijn geworden. Sinds ik wat actiever sport en naar de sportschool ga. Sorry hoor, ik ben even mezelf aan het verheerlijken. Dan heb ik ook nog dit setje besteld. En dit is een kleur die mij over het algemeen goed staat. Dus ja, dit is dan weer van een ander materiaal. Deze is glossy. Hij heeft een heel licht glansje eroverheen. Plus dit is echt een sport BH. Hier zit net wat meer versteviging in. Je hebt sowieso op Stronger heel veel verschillende soorten sport tops en BH's. En nog even van dichtbij. Ik denk dat je de glans ook wel kunt zien. Het is dus echt een mooie subtiele glans. Hier nog even het sporttopje van de achterkant. Oh ja, en trouwens wat ik heel erg fijn vind aan de Stronger leggings is dat ze hier een gaatje hebben. Een soort vakje. Kijk, ik weet niet of je het kan zien. Ja, denk het wel. En daar doe ik dus altijd mijn huissleutel in en mijn sportschoolpasje. Dus ja, ik heb weer lekker nieuwe sportkleding. Dat motiveert weer extra om naar de sportschool te gaan. Dat is gewoon zo. En dat was de vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker niet nog eventjes de beschrijving te checken voor het linkje naar Burga en de kortingscode. Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe telefoonhoesje of een hoes voor je laptop of wat dan ook, dan kun je daar eventjes kijken. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!